De nertsenfokkerij had 20 jaar geleden al moeten stoppen. Dat dat niet gebeurd is, is precies de reden dat de Partij voor de Dieren is opgericht. Dus reken maar dat wij alles op alles zetten om de bontindustrie nu definitief te stoppen. Die kooien moeten leeg, die kooien blijven leeg.